romantische zielen van Nederland opgelet. Je kijkt natuurlijk naar Teletiens en we gaan Liefdespost voorlezen. Zo dadelijk komt het adres eraan als jij daar ook een mooi gedicht naartoe wil sturen. En ik heb een verdrietig gedicht. Het heet ook Verdriet van iemand die anoniem wil blijven. En zo gaat het. Hij heeft een hart van zuiver goud. Zijn hand is sterk als staal. Zijn haar is zwart als roet. Zijn borstkas als metaal. Zijn lach klinkt mij als zilver, zijn ogen zijn grafiet. Maar zacht als zijde streelt hij. Helaas, mij streelt hij niet. Nou, ik vind het een mooi gedicht. En er zat ook, oh, wordt hier een stuur gezet. Oh, en er zat ook een mooi kaartje bij. En er was ook nog mooi opgeknutseld. Kijk eens, veel harten en meer van dat soort dingen erop getekend. Vinden we leuk als je je brief zo versiert. Maar het gaat natuurlijk om het gedicht. Nou, het volgende gedicht van iemand waarvan ik de naam ook niet mag zeggen. Dat is ook al heel erg mooi. Houden van bloemen, houden van zee, houden van parels, houden van geel. Houden van alles, behalve verdriet, want dat mag niet. Jij hebt me geleerd om te leven, jij hebt me geleerd om niet op te geven. Zonder jou was me dat nooit gelukt. Onze liefde gaat nooit meer stuk. Nou, stel je voor dat iemand zo'n mooi gedicht voor je schrijft, nou, dan smelt je vast helemaal. En dit is van een bedroefde weegschaal en het heet Aan mijn verloren liefde. En dan begrijp je wel dat het inderdaad een beetje treurig is. Nou, hier komt het. Ik was op jou, jij met je ogen zo blauw. Ik was je bruid, maar nu is het uit. Mijn hart is stuk, met liefde heb ik nooit geluk. We hadden het een maand en 4 dagen aan en opeens zag je me niet meer staan. Na Valentijn maakte jij het uit. Ik voelde me zo raar, als een verloren buit. Geen pleister vermindert mijn pijn. Ik wou dat ik nog van jou kon zijn. Nou, om triestig van te worden. En dit is een brief van iemand waar heel groot boven staat: ik wil anoniem blijven. Nou, dan zeggen we het gewoon niet, je naam. Jij met je bruine ogen, jij met je lieve lach. Jij bent de grote liefde die ik voor het eerst van mijn leven zag. Jij bent, geloof ik, niet op mij, maar gelukkig ben je nog vrij. Het kan altijd nog komen, maar toch blijf je altijd de jongen uit mijn dromen. Nou, weet je wat, er komt nu een heel lang gedicht aan. Dat bewaar ik gewoon even voor na de volgende 2 series. Maar ik had het beloofd, je krijgt nog even het adres voor Teletiens als jij ook zo'n mooi gedicht naar ons toe wil sturen. Dit is het adres: Teletiens, Postbus 152-00-1211 in Hilversum. Teletiens, Postbus 15200-1211 in Hilversum. En ik waarschuw je maar vast, als je in een treurige bui bent omdat het uit is of omdat je gewoon een beetje verdrietig bent, het gedicht dat we na de volgende 2 series gaan voorlezen is vreselijk zielig. Dus dan moet je maar veel tissues en meer van dat soort dingen pakken. Maar voor nu heel veel plezier met de volgende 2 series in Teletiens. En dat zijn natuurlijk Blossom en Ready or Not.